Marinde, dit weekend is zover een Grand Prix in eigen land. Kijk je ernaar uit? Ja, zeker. Leuk. Ik heb er zin in voor eigen publiek. Lekker sfeertje in de zaal. Dus ja, kom maar op. Voor jou een extra bijzonder moment, want jij bent niet alleen is het voor jou een toernooi in eigen land, maar ook in eigen stad. Hoe vind je dat? Ja, het is natuurlijk best wel apart. Voor mij het eerste grote toernooi in Nederland. En dan ook nog in je eigen stad. En ja, rondom het Grand Prix ben je natuurlijk opgegroeid. Dus voor mij is het best wel apart. Je hebt natuurlijk vorig jaar ook meegemaakt, toen kwam je ook op het podium. Brengt het extra druk met zich mee als je in eigen land in actie komt? Nou, ik zie het niet als druk. Het motiveert mij en ik voel het vooral al die mensen op de tribune die voor ons aan het juichen zijn. En ze willen graag dat wij winnen en ik wil graag voor hun winnen. Dus ja, leuk. Vooral leuk. Vorig jaar kon jij uiteindelijk helaas niet meedoen. Dus ja, eigenlijk ga jij nu voor het eerst voor eigen publiek letterlijk strijden. Wat zijn je verwachtingen? Ja, mijn verwachting. Ja, ik verwacht sowieso veel kabaal vanaf de tribune. Hoe ik daarop reageer, ja, dat merk ik dan wel. Qua wedstrijden, ja, we kijken gewoon wedstrijd voor wedstrijd en we zien wel waar het schip strandt. Over een uur vindt in deze zaal letterlijk de loting plaats. Ben jij iemand die van tevoren de loting weet? Hoe bereid jij je voor met de loting of ben jij daar juist helemaal niet mee bezig? Ik wil sowieso mijn loting gewoon weten. Dan kan ik al een klein beetje een plannetje verzinnen. Maar de avond voor de wedstrijd dan gaan we pas echt de diep op in wat ik ga doen tegen diegene. Nou, ik weet wie gerankt zijn. Dus ik weet ook ongeveer waar ik sta. En wat er natuurlijk tussendoor komt, dat weet ik nog niet. Maar het is een sterk bezet toernooi. En ja, als ik wil winnen, moet ik van iedereen kunnen winnen. Dus zo bereid ik me gewoon erop voor. Heb je er zin in? Ik heb er zeker weten zin in. Komt er veel publiek voor jou? Er komt heel veel publiek voor mij, ja. Voor allemaal daarna, familie, vrienden, aanhang, clubgenoten, iedereen komt.